Ik laat even kort zien hoe je het beste een alfa-titel kan exporteren. Dat is handig, want die is, de achtergrond is dan transparant en die kun je dus over een video heen leggen. Een titel kunnen jullie gewoon aanmaken. Mocht je het in After Effects doen, vraag even aan Evelien Boensma hoe je daar het beste kan exporteren. Zet even een in- en uitpunt bij je animatie. Je moet dan wel de rest van de videokanalen even uitzetten. Dan ga je naar Export Media. Format moet QuickTime zijn. Klik daarop. Preset maakt niet zoveel uit, want het is wel belangrijk om even goede naamgeving te doen. Sla hem op in je map waar je al je materiaal hebt. Ga vervolgens naar video en dan video codec. Die moet op animatie staan. Staat waarschijnlijk nu op Apple ProRes of zo, maar animatie moet die staan. Vervolgens natuurlijk 1920 bij 1080, want HD. Field order moet op progressive staan, anders gaat hij een beetje raar haperen. Render at maximum depth. Sorry. En deze depth moet staan op 8bc plus alpha, want we willen een alpha laag zodat de achtergrond doorzichtig is. Dat is hem. Vervolgens klik je op Use Maximum Render Quality Export. En dan heb je je titelanimatie. Voilà. En die kan je gebruiken in OBS.